Lekker op het strand. Ben je nou eindelijk een keertje klaar? Ik ben zo lief. Dit is echt hels. Hallo. We gaan nu tickets boeken. We gaan naar... Ja, hij doet het. Man, oké, nog een keer. Heel spontaan dit. Beginnen de week. Lekker op het strand. Nou ja, het is nu inmiddels al... Ik wil het zeggen, het is al bijna dinsdag. Ja, het is al 5. We hebben vanochtend lekker thuis gewerkt. En nu zijn we lekker aan het strand gegaan. Van onze kleine boy. We zitten nu bij Hippie Fish en het ziet er zo leuk uit. Kijk nou. We wonen echt zo dicht bij het strand eigenlijk. Als je in Amsterdam woont is het maar een klein half uurtje met de trein. Dat doen we echt te weinig. Ja, relaxed, vrolijk. Ik moest veel lachen. Ja. Lekker geslapen in de draagzak toen we over het strand liepen. Ja. En net eigenlijk alleen maar zitten lachen. Heerlijk. Bij Hippie Fish. Hippie Fish, ja. Het is echt een super mooi tentje. Goedemorgen. Oh, heb ik een intense kuif. Het is vandaag dinsdag. En het is weer zulk mooi weer. Ik vind het altijd dan zo lastig om binnen te blijven als het zulk mooi weer is. Maar ik moet echt even wat dingen gaan afmaken. Even aan het werk gaan. Met Ilootje gaat het super goed. Echt, het is zo'n verschil sinds vorige week. Het is niet normaal. Hij had echt eventjes, ja, ik denk een flinke sprong waar hij in zat. Dat hij gewoon niet wilde slapen. Heel onrustig was, aanhankelijk was. En gewoon... Even anders was dan anders. Dus het is ook echt een note to self. Stress niet gelijk zo erg als die even uit zijn doen is. Want zoals iedereen altijd tegen je zegt, het is maar een fase. Het zijn vaak maar een paar dagen dat hij gewoon even anders is. En daarna is hij weer zichzelf. En dan is hij... En is allemaal weer een stuk makkelijker. Hé, schatje? Heel goed. Geheugenkaartje zat weer eens in de laptop. Kijk nou. Wat een heerlijk stel. Jullie zitten wel op één lijn. Ja, hè? Allebei de streepjes. Lopen ze weer hoor. Achter de kinderwagen. Zonder Bebbe. Bebbe bij papa. Wij hebben dus geen buiten. Geen balkon. Geen terrasje. Helemaal niks. Dus dit is eigenlijk stiekem ons balkon. Ons terras. Ben je zeker dat je nog even wil slapen? Hé? Hey? Hoppa. Als ik jou was, dan wist ik het wel hoor. Man, ik zou de hele dag nepjes gaan doen. Nee. Nee. Het is vandaag... Woensdag.
Ilotje net lekker aangekleed. Hé, draai eens even om. Ik heb je haar zo leuk gedaan. Zijn haar begint nu echt onwijs te groeien. Het groeit echt zo recht uit zijn hoofd. Dus het staat helemaal recht overeind. Super grappig gezicht. En als ik er een klein beetje gezichtscreme in doe, maak ik er een klein kuipje van. En ik vind het echt zo schattig staan. Ilotje. Hey, koekoek. Nee, hij heeft geen zin. Oh, daar komt hij aan hoor. Hey. Het is een wonder dat je nog steeds er bent. Want ik had je echt al 1000 keer opgegeten. We gaan nu de deur uit. Want we gaan even een pasfoto laten maken van Eloy. Want Willem en ik zijn druk bezig met onze allereerste vakantie te boeken. Een paspoort voor hem nodig. Dus dat gaan we nu aanvragen. En dan wie weet stappen we volgende week wel het vliegtuig in met z'n drietjes. Oh, spannend. En dit is de outfit van vandaag. Deze jurk is van vorig jaar van de H&M. Dus daar hebben jullie niet heel veel aan. Het is heel erg lekker weer. Volgens mij wel ietsje minder warm dan de afgelopen dagen. Dus dat is prima. Ik doe denk ik nog even een klein jasje hier overheen aan. Zo. Altijd op Milan wachten. Ben je nou eindelijk een keertje klaar? Nou, ik ben benieuwd wat er nu tevoorschijn gaat komen. Wat voor iets spectaculairs. Zo. Ja, dat is Milan zijn theorie. Die wacht inderdaad altijd tot ik klaar ben. En als ik dan helemaal klaar ben, klaarsta, jas aan heb, dan gaat hij ineens alles doen. Ja. Oké. Okay. Ben je nu wel klaar dan? Ja. Want wij zitten de hele tijd al op jou te wachten. Oh ja. Poppie? Fotootjes zijn binnen. Alleen nog? Ja. Naar het gemeentehuis. Dan hebben we hoop ik binnenkort. Grappig, deze foto. Ja, die foto is niet te doen. Ik ben wel zo lief. Paspoortje is aangevraagd. En komt als het goed is vrijdag binnen. Ja. Als we eventueel. Maandag of zo? Zondag? Misschien maandag weggaan. Ja. En liefie? Leuk man. Ja, het is een beetje een spontaan idee gisteren of zo dat we zeiden van... Nou ja, eigenlijk meer omdat jij in juni super druk bent. Ja, ik ben heel veel op reis en het is zo... We hadden het al heel lang over om in ieder geval een lekker trippie met z'n drietjes te doen. Ja. En dat werd eigenlijk eind mei dacht in eerste instantie. Maar er zijn best wel wat klusjes bijgekomen waardoor ik heel veel in het buitenland zit. Met allemaal gekke geluiden maken. Kijk. Oh, die wangetjes van jou. Lukt het niet? Ja, dat gaat hoor. Kijk je wel zo. Was die niet lief genoeg? No. Doodeng. Zo. Hallo. Vanavond. Ja. Sexy. Wat is er aan de hand? Slaap lekker. Ready. Goedemorgen. Het is donderdag alweer. Jeetje Mina. Deze week die vliegt echt zo voorbij. Ik snap er helemaal niks van. Sowieso, sinds ik moeder ben geworden heb ik het idee dat die weken veel sneller gaan. De tijd gaat gewoon veel sneller. Alright, anyways, ik heb al mijn spulletjes ingepakt. Kleine boytje ligt daar in de kinderwagen, want we gaan namelijk naar Utrecht toe. Met de trein. Ik ga namelijk afspreken met een vriendinnetje. Met haar kleine boy ook, dus dat is echt super leuk. Top dit, dus... Daar zit mijn kleding dus tegenwoordig mee onder. Alrighty. Gaan wij lekker die kant op, schatje? Dan gaan we. Ah. Dit is echt hels. Oh.
Oh, dit ziet er zo mooi uit. Hallo. Wow, goede angle. We zitten nu bij de plantain. Gaan die resten lekker werken. Ik was mooi aan het oppassen voor de kleine, dus toen dacht ik van nou, misschien is het wel leuk om even dus op een andere plek te stellen dan waar we normaal gesproken zouden gaan zitten. We gaan nu tickets boeken. We gaan dus niet naar Lissabon. Oh, weet je hoe grappig dat zou zijn als je een keertje gewoon zo doet? Maar we gaan naar... Beirut. Naar Bari. Ja, we gaan naar Bari toe. Zo leuk. We zouden in eerste instantie naar Lissabon gaan. We hadden bijna geboekt. Toen kreeg ik ineens een hele leuke uitnodiging om met Milan en die kleine naar Bari, Italië te komen. Ja. Dus we gaan nu de tickets boeken. En dan gaan we vrijdag, volgende week rond deze tijd, dan zijn we er. Gaan we heen en dan woensdag komen we weer terug. Oké, we gaan nu boeken. Let's go. Zijn we lekker thuis. En de mama. Lekker asperges aan het maken. Een eitje, wat zand erbij. Ja, dat is goed joh. Nee, wat anders dan waait de zon. Ja, dan waait hij. Ik zie zo weer kijk het licht. Even aan het klaarmaken. Want mama gaat uit vanavond. Ja, ja, ja. Het is wel grappig, want ik heb wel sinds Ilo er is een paar feestjes gehad. Gewoon echt even rond gaan vragen van oké, wat is the place to be op dit moment? Maar ik denk dat we gaan zo meteen lekker ergens even een drankje doen. En gaan we daarna naar de Chin Chin Club. Want daar is een R&B feestje. En dat vind ik dus echt het allerleukst. Ja, van die oldschool R&B, dat vind ik gewoon echt, ja. Als ik uitga, vind ik het leuk als dat wordt gedraaid. Hey, mijn liefjes. Milan die is vanavond bij de boy. Heel veel bronzer op. Want... Oh mijn god. Oh mijn god. Er gaat vanavond gebronsd worden. Er gaat vanavond gebronsd. Ik had een soort van rust situation op het toilet. Ik kreeg gewoon mijn leren broek niet meer aan. Het is hier zo warm. Niet mee. Oké. Jongens, ik kan het toch niet meer aan. Het is nu 8:45. Gisteravond was superleuk. Het was echt een superleuk feestje. Heel gezellig. Heerlijke muziek. Het was echt heel leuk. Dus ik lag om 5:00 in mijn bed. Gelukkig had Milan, had lekker flesje gegeven. En die is met de kleine opgestaan. Dus ik heb wel redelijk een klein beetje uit kunnen slapen. Alsnog, net om 4:00 dacht ik doe heel even een uurtje een slaapje, want ik was helemaal kapot. Maar ik was om 8:30 wakker. Het is nu 8:45. Ik heb gewoon 4:00 achter elkaar geslapen. Wat zo erg. In ieder geval, vet leuke avond gehad. Ook echt, als je dan door je telefoon gaat en je gaat kijken naar wie je als laatste hebt geappt. Dat was dus mijn broertje. En als je dan 5000 voicemails hebt gestuurd, weet je dat het een goede avond was. Oké. Milan is lekker pizza's halen. Kleine boy die ligt heerlijk te slapen. Zo fijn. Ik denk dat ik deze vlog ga editen vanavond. En dat hij dan morgen gezellig online komt. Want ik heb vanmorgen helemaal geen video. En ik denk dat ik zondag een veel leukere dag vind om weekvlogs te uploaden. Maar misschien hebben jullie wel zoiets van, joh, dat maakt mij helemaal niet uit. Of het nou op een zondag of op een woensdag is. Laat me even weten of jullie een voorkeur hebben voor een dag. Want dan kan ik daar rekening mee houden.
Alrighty, ik ga hem afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Tot een heerlijke week. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik echt super leuk vinden. En heel erg bedankt voor jullie lieve comments altijd. En dan zie ik jullie heel snel weer in een nieuwe video. Wil ik nog wat zeggen, Lo? Oké, doei!